yourself. Ja, moderne Bart in ons gezelschap. Welkom bij Politiek Café. Vandaag neergestreken in het prachtige Groningen in de conversatiezaal van Vindicat. We gaan het hebben over de sleepwet. De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Op 21 maart is het raadgevend referendum en mag u hier in de zaal en thuis gaan stemmen. Bent u voor of tegen? We nemen dit gegeven vandaag onder de loep en verkennen met een aantal specialisten het thema. Goed. Ja, we gaan in dit programma, onderbroken door een pauze, een zestal stellingen bediscussiëren met de specialisten hier op Vindicat. U kunt via social media uiteraard meedoen, ook uw stem laten horen. Er is een Twitter-rapporteur en die gaat alles wat binnenkomt aan mij doorgeven. En waar mogelijk ga ik dat ook aan u voorleggen. Heren, zet u schrap. Bedrijven horen geen geheimen te hebben, dus waar maken zij zich zorgen over? Mag ik met jou beginnen? Een reactie. Ja, ik begrijp de stelling eigenlijk nauwelijks. Bedrijven hebben geheimen. Die zijn voor die bedrijven ook vaak heel belangrijk. Bedrijfsgeheimen. De Nederlandse overheid is niet zo geïnteresseerd in geheimen van Nederlandse bedrijven, maar andere overheden wel. En dat zijn ze ook altijd al geweest. Daar zijn historische voorbeelden van te vinden. Graag. Rubberzaadjes van bomen die gestolen zijn. Koffie, suiker, Chinees porselein. Het recept daarvan is door Jezuïeten naar Europa gebracht. Waar toen een industrie is ontstaan. Om een paar recente voorbeelden te noemen. 2015 is er een Rus verwijderd na een tip van de IVD op de campus in Eindhoven, die daar was om te spioneren. Misschien dat sommigen zich nog kunnen herinneren dat wij ooit een Pakistaan in Nederland hebben gehad die atoomgeheimen heeft meegenomen. Ah ja. Daar is een Pakistaanse bom uitgekomen. De Pakistanen hebben de Iraniërs geholpen en die hebben weer de Noord-Koreanen geholpen. Nou, ik kan zo doorgaan. Dus wat dat betreft zijn er voorbeelden genoeg. Nederland heeft veel bedrijven. En heb ik het niet alleen over bedrijven zoals Thales die defensieproducten maken, maar ook gewone bedrijven die geheimen hebben die ze graag zo willen houden. Want dat geeft een commercieel voordeel. Dus het eerste deel van de stelling, bedrijven horen geen geheimen te hebben. Daarvan zeg je, het is inherent aan het bedrijfsleven om wel geheimen te hebben. Ja, ik ga naar de Piratenpartij, kijk maar even. Bedrijven horen geen geheimen te hebben. Is dat iets waarvan je zegt, dat onderschrijf ik? Of zeg je, zo naïef ben ik niet, hebben ze wel degelijk? Nou, leg je toch een mening neer als interviewer. Ja, lead in the question, ja precies. Nou, transparantie en openheid is wel een punt waar we campagne op voeren. Dat is een van onze belangrijke punten. Maar niet voor de mensen die het betreft als je het hebt over de sleepwet. En wat dat betreft ook niet voor bedrijven met bedrijfsgeheimen. Als je een concurrentievoordeel haalt uit iets wat je aan het uitvinden bent of zo, wil je dat nog even onder de pet houden voordat je het naar de markt brengt. Daarna mag iedereen ermee doen wat hij wil, maar dat is een stukje copyright. Maar we de stelling dan dicht timmeren, zeggen we, het komt dus voordat bedrijven geheimen hebben waar jij ook mee zou kunnen leven dat ze die hebben. Ik zou dat om willen draaien, want je maakte een mooi voorbeeld van een rijtje schurkenstaten, of hoe dat dan neergezet wordt in debatten zoals deze. U bent daar eentje in vergeten. En dat is de Verenigde Staten, want wat gedocumenteerd is dat zij de president van Brazilië hebben afgeluisterd en de kopstukken van Petrobras, de oliemaatschappij van Brazilië, hebben afgeluisterd. Daar heb je een veiligheidsdienst die economische spionage deed vanuit de schurkenstaat in dat rijtje dan de Verenigde Staten. Nou, dat wil ik nog wel duidelijker stellen ook. Frankrijk is er ook heel goed in. De Chinezen zijn er heel goed in. De Fransen, de Duitsers, ja. De Engelsen, nou, ze doen het allemaal. Zo is dat. Nee, oké, ik stel vast dat er common ground is. Het idee dat het gebeurt en dat het met regelmaat ook gebeurt en dat het er is. Het tweede deel van de stelling, de wenselijkheid ervan. Of de wenselijkheid? Ja, hoe bedoel je? Kan je de vraag mogen we de stelling terug in de regie? Ja. Dus waar maken zij zich zorgen over? Oh, ik denk dat iedereen in Nederland, of je nou een captain of industry bent of je bent burger zoals hier in Vindicat, zich zorgen moet maken over deze wet. Want de afluisterbevoegdheden zijn categorisch voor iedereen.
Dus de bedrijven zullen zich net zo bezorgd maken, hoop ik, als de burgers. Ja. Goed, ik ga naar u. Last but not least, ja. Deskundige. Ik herinner mij, ik heb hier inderdaad gestudeerd dat we een drukkersarrest hadden, waar de ene drukkerij al de prijzen kende van de andere. En vervolgens zo er net even iets onder kon gaan zitten. Een heel beroemd arrest, uiteraard. Ja, dat zijn dingen die je als bedrijf, kan ik me voorstellen, liever niet op straat hebt. Klopt. Dus jij onderschrijft in feite de stelling dat bedrijven geheimen hebben? Ja, ja, en wat mij betreft is dat ook heel goed. Ik denk, ik ben zelf ondernemer, dus ik verzin ook wel eens dingen waarvan ik denk van nou, dan ben ik heel erg blij dat dat op mijn computer staat. En dat niemand anders daar zomaar eventjes in kan kijken waar ik mee bezig ben. Diensten die onderling of voor andere landen aan het bespioneren zijn bij bedrijven die hen of onwelgevallig zijn of waarvan zij denken dat er daar een concurrentiebeding te kunnen verwerven. Ja, dat vind ik wel heel vervelend. Dat vind ik wel heel gevaarlijk. En dan ga ik eigenlijk tussen de heren in zitten, denk ik, als ik zeg, ik ben heel erg blij als onze geheime diensten bijvoorbeeld een bedrijf spionage opsporen. Tegelijkertijd zou ik het vreselijk vinden als de geheime diensten mijn bedrijfsgeheimen zouden kunnen achterhalen en daar wellicht mee naar een andere staat zouden kunnen gaan. En dat vind ik ook terug in de wet. Ik vind daarin een onderdeel waarbij geheime diensten uit het buitenland een verzoek kunnen doen aan onze geheime dienst. En dat zij een stukje data kunnen eisen zonder dat onze geheime dienst dat heeft geanalyseerd. Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg vervelend. Want dan ga je dus ongeanalyseerde data naar een andere mogendheid sturen. Ja, maar jouw bedrijfsgeheimen zitten daar niet bij. Ja, dat omdat het metadata. Er komt de vraag uit het publiek. Het publiek, dat moet ik voor u vertalen, want anders is het niet te horen en zeker op camera niet te zien. Hoe weet u dat? Dat was eigenlijk een messcherpe vraag die hier werd neergelegd. Ja, het is een hele goede vraag, maar het gaat om metadata. Het gaat om tussen welke proxies, tussen welke punten is er eigenlijk verkeer geweest? Er staat niet in wat is er dan precies gezegd. Ik geef advocaat van de duivel ben namens het publiek. Het eerste woord was ongeanalyseerde data. Ja. Dat suggereert dat je in een later stadium het kunt analyseren en misschien ook kunt duiden. Het puntje metadata, als ik dat mag aanvullen, is wel degelijk belangrijk. Als u elke avond rond 7 uur met een pizzabezorger of een escort service belt, dan weet ik wel waar het gesprek over gaat. Dus ook metadata is heel belangrijk. Ja, klopt. Maar die bedrijfsgeheimen die staan daar niet in. Maar die metadata, en dat is nou een van de heel belangrijke dingen uit die wet, wat eigenlijk beter uitgelegd zou moeten worden. Hoe herken je een terrorist? Misschien is de vraag die ervoor ligt, die wil ik toch aan u neer. Hoe herken je dat het geen geheim is? Want als we doorgaan op het voorbeeld van het bellen naar de publieke vrouwen, dat zou voor een politicus zou die daar chantabel door kunnen worden. Ik noem maar even wat. Ja, maar ik denk dat het gevaar daar niet bij de inlichtingendiensten zit, maar meer bij allerlei commerciële bedrijven die data ook hebben. Bij criminelen die heel makkelijk toegang kunnen krijgen tot dat soort informatie. Europol heeft in september vorig jaar hebben ze een app van het net gehaald. Waar mensen voor €40 software konden kopen en van alles konden afluisteren. Ja. Openbaar verkrijgbaar. Openbaar. Inlichtingendiensten zijn niet geïnteresseerd of je naar een prostituee gaat of wat dan ook. Dat willen ze het liefst zo snel mogelijk weg hebben, want daar gaat het namelijk om. Wat wij proberen, dat hebben we van tevoren afgesproken, ook voor de mensen thuis, is om het publiek hier, en als u thuis vragen heeft via Twitter of andere social media, vragen te stellen. We hebben uit de zaal een vraag. Anders kom er even bij staan, dat is misschien handig. U bent van de Jonge Democraten, dat kan ik niet van. Wie bent u? Ik ben Adrian de Boer, ik ben 26 jaar oud. Ik zit dus bij de jongere organisatie van D66. En persoonlijk ben ik dus tegen de sleepwet. Niet tegen de gehele sleepweg. En wat is uw vraag? De vraag is, eigenlijk u zegt dus nu dat overheden dus daar niet in geïnteresseerd zijn. Een van de dingen die we zien is dus bij politie dat er dus bijvoorbeeld mollen kunnen zijn. Bijvoorbeeld Geert Wilders, daar was dus een politieagent, die was niet te vertrouwen. Hoe
voorkomt u dus dat er mollen zijn bij de AIVD? Kunt u dat garanderen? Dank u zeer voor uw vraag. We leggen hem bij u neer en u mag daar uiteraard nee, dat is, ja, dat is, horen. Dat is zeker niet te garanderen. Er is een paar jaar geleden een mevrouw gearresteerd en de gevangenis ingedraaid voor een aantal maanden omdat ze geheimen verkocht. En de mollen bij de politie, de Haagse politie, heeft nu de vierde te pakken. Waar ik wel voor pleit is dat organisaties, bedrijven, beter omgaan met dat soort insider, een insider threat. Mark M., de bekende politiemol, die heeft 38.152 keer gegevens opgevraagd. Gegevens waarvoor die ooit toestemming heeft gehad. Die toestemming is nooit ingetrokken. Dan denk ik, nou jongens, waar ben je mee bezig? Dan heb je daar een fout gemaakt. Maar even heel concreet, hè. Wat kan deze wet verbeteren om dit te voorkomen? Want het lijkt me een discussie te zijn, is de mens wel of niet geneigd tot alle kwaad? Hè? Deze wet, daar gaat deze wet eigenlijk niet over. Precies. Dus deze wet zou voor deze situatie, ik zie u fronsen, gaat die wet er wel of niet over in uw optiek? Deze wet staat er toe om informatie te verzamelen, ook van bedrijven zoals we het vanavond over hebben, of particulieren, ongefilterd, ongeacht wie je bent. Want er is misschien een verdenking daar, dan luisteren we hem ook maar vast af en hebben we dat van allemaal, kunnen we dat analyseren. Die data is vandaag misschien, er wordt niet iets mee gedaan waarmee je chantabel bent, dat zou maar zo kunnen, maar morgen dan. En overmorgen en onder het volgende bewind in Nederland. Ik was in 2014 in Turkije en daar sprak ik met mensen van de Korzan-partij. Dat is de piratenpartij in Turkije. Dat was een heel leuk gesprek. En als ik ze nu spreek, dan zijn ze blij dat ze niet in de gevangenis zitten. Want je weet niet wat er gebeurt na een paar jaar. Ja, nou, als ik daar heel even op mag inhaken, want ik vind dat op zich wel een goed punt. Kijk, je hebt natuurlijk, en dan kom ik denk ook een beetje toe aan de vraag van de vraagsteller van D66. Of de jonge, ja, sorry, de jonge democraten. Hou van akten. Even helder gemaakt. Nee. Kijk, en je moet uiteindelijk als geheime dienst, ben je onderdeel van de overheid. En je raakt voor tot op zekere hoogte controle over je eigen data kwijt. En dan is de kernvraag denk ik, bij als bedrijf, maar ook als individu, vind jij dat je die controle uit handen kan geven? Ja, tot op zekere hoogte wil ik de overheid wel vertrouwen met sommige delen van mijn data, maar het liefst met zo min mogelijk, want de overheid toont ook aan dat zij bestaan uit een hele hoop mensen en die mensen die maken fouten en die mensen die zijn chantabel en die mensen die worden corrupt en zodoende denk ik dat. Maar dan hoor ik toch een lichte neiging naar nee, of is dat dan? Nou, kijk, ik denk dat bijvoorbeeld als het gaat om het ongefilterd of het ongeanalyseerd data aan andere mogendheden te geven, ja, daar ben ik niet voor als veiligheidskundige. Ik doe met uw welnemen een hele korte ronde, want dat lijkt mij de kernvraag van de hele discussie te zijn. Is de mens geneigd tot alle kwaad? Ja of nee? Ja, absoluut, ja, absoluut. Nou, ik denk dat dat een schaduw werpt over deze hele discussie in de zin van bent u voor of tegen. We hebben, het is zo aardig dat de insprekers herkenbaar zijn aan de kleding. U bent van de Piratenpartij. Wie bent u? Kom even bijstaan. Nee, ik geef de microfoon niet af. Hallo, ik ben Michiel van de Piratenpartij. En ik heb een vraag eigenlijk aan alle drie panelleden, maar vooral aan de meneer achteraan. Ik ben de naam kwijt. Je gaf net al een beetje aan dat de overheid eigenlijk helemaal geen behoefte heeft aan zo heel erg veel data. Ze willen dat het liefst zo snel mogelijk kwijt. Er wordt ook aangegeven van ja, maar de overheid is eigenlijk niet zo heel goed in het passen op die data. En eigenlijk is die data maar eng om te hebben. Waarom? Gaat er dan toch in die wet zo ontzettend veel data verzameld worden? En waarom zijn die bewaartermijnen dan toch zo lang? Dank u wel. Ja, we drijven een beetje weg van de stelling, niettemin. De vragen zijn belangrijk, we zijn blij met de vragen. Heel kort, uw reactie. Ja, heel kort is moeilijk. Want het is een hele goede vraag en ook een belangrijke vraag. Deze manier van werken is eigenlijk gekomen na 2001. We beseften toen dat er allerlei informatie bij elkaar gebracht moest worden. In Amerika was dat heel duidelijk. FBI en de CIA, maar ook andere organisaties, die hadden allerlei informatie die ze niet deelden. Daarnaast was er ook een grote verandering in het inlichtingenwerk. Vroeger hadden we als vijand de Russen.
ik noem maar even wat. En daar wisten we van wat ze hadden en wat ze daarmee wilden. Als ze een tank hadden of een onderzeeër, dan moesten we die in de gaten houden. En dan, we hadden die doctrine, die wisten we ook wel. Dus als die tank ineens ergens anders stond, je weet, ze zijn nooit alleen, dan is daar wat aan de hand. Eigenlijk zegt u wat net nu? Eerder gezegd werd in Turkije, de situatie is veranderd, de wereldpolitiek is dynamisch. Ja, het maar ook, kan ook, op een ook, het, ook het zoeken naar terroristen, want hoe vind je een terrorist? Ja. Nou, die lui die gaan op in een menigte. Ja. Waar wij naar zoeken is patterns of activity. Daar is een bepaalde activiteit. Nou, stel voor de aanslag 2001, die is jarenlang voorbereid. Op een gegeven moment ga je terugkijken en dan zie je van, oh jongens, ze waren hier in Amerika, maar ze zijn begonnen in Hamburg. Wie zat er allemaal? Wat is er allemaal gebeurd? En dan, wordt lering en dan ga je dus terug in de tijd en dan maak je het plaatje compleet. Okay. Even heel kort, ik zie jou heel duidelijk ja knikken. Ja, nou ja, kijk, als het gaat om, ik ben het dus niet eens dat er al die metadata wordt verzameld. Aan de andere kant, als het gaat, we hebben inderdaad niet meer te maken met een vast omlijnde heldere vijand. En als dienst moet je dus wel de mogelijkheid hebben, en dat duurt soms even, om bepaalde puzzelstukjes in die puzzel te kunnen leggen. En dan heb je dus wel de beschikking over die data nodig. En dat kan even duren. Ik ben er een beetje wind van. Hè? Net hoorde nou, nee, ik hoor nu ja. Nou, nee, ik ben veiligheidskundige. En ik geef als veiligheidskundige, analyseer ik wat er nodig is om als geheime dienst goed te kunnen functioneren. En ik voel het duivelse dilemma wat opgesloten zit en waarom dat hier zit. Laatste woord, want we willen naar de volgende stelling. Ja. Nou, we hebben het over de vijand en wie dan de vijand is. Maar op het moment dat jij niet meer als journalist je bron kan beschermen vanwege deze wet, dan zou je ook het punt kunnen maken dat er een nieuwe vijand bij is gekomen. Dat zijn je eigen veiligheidsdiensten. En, De veiligheidsdiensten, als ze een advocaat of een journalist zouden willen afluisteren, dan moet daar een beslissing van de minister aan vooraf gaan en van de rechtbank in Den Haag. Dus dat is niet zomaar van laten we deze advocaat eens... Geen sprake van. Nee, het gaat erover en dat is dat als er toezicht. Verdenking is in een omgeving op die manier, dat dus een buurman daarmee ook afgeluisterd kan worden en iedereen is journalist. En dat gaat nog verder, want op het moment dat je iedereen zijn communicatie in zijn huis over zijn internet beschikbaar stelt aan de overheid, als daar een reden voor is, via een uitspraak van een rechter, dan kan niemand meer veilig praten in zijn huis en ook niet kritisch zijn naar zijn eigen overheid. Als je nu kijkt naar de volksvertegenwoordiger in Catalonië bijvoorbeeld, daar zijn de volksvertegenwoordigers in de gevangenis gezet. Ja. Kan je daar nog vrij praten met elkaar? Ik voel dat we het hart van het debat beginnen te vinden. Dat mensen thuis, dat loopt veel goeds. We hebben nog meer stellingen die ik graag aan u voor wil houden. Ik verzoek om stelling 2 zichtbaar te maken op het scherm. En lees hem met veel genoegen aan u voor. Misschien is het wel goed dat ze getoetst worden. Bedrijven moeten zich ook aan de wet houden. Daarbij doe ik een appel op u alle drie om die bedrijven in uw betoog ook in het zicht te houden. Want dat is een van de dingen waar we vanavond natuurlijk heel scherp naar willen kijken. Mm-hmm. Bedrijfsleven, die hebben DDoS attacks, ik zeg het maar even als leek. Daar gebeurt heel veel. Geheimen worden verkocht, prijzen worden doorgegeven. Ik begin nu weer. Ja, nou ja, goed. Kijk, voor mij is het helder. Misschien is het wel goed dat ze getoetst worden. Nee, uiteraard niet. En dat zeg ik ook zelf als ondernemer. Ik bedoel, ik wil absoluut niet dat een geheime dienst mijn bedrijfsgeheimen gaat toetsen. Of gaat toetsen waar ik mee bezig ben. Zeker niet voordat ik iets bijvoorbeeld publiceer of wat dan ook. Nee, dus ik ben het in die zin absoluut niet eens met deze stelling. Nee, maar ik vind het prima om de wenselijkheid hier kenbaar te maken. Maar we hebben het nu over een hard gegeven, de intrede van een nieuwe wet. Ja. Waarbij dit mogelijk wordt. Dus ondernemers, hoed u. Big Brother, kijk met u mee. Nou, of zegt u, deze wet heeft voldoende waarborgen in zich, waardoor dat niet gaat gebeuren? Nou, dan kom ik terug op... wat mij betreft heeft deze wet niet genoeg waarborgen. Kijk, dat is een... om dat te garanderen. Ja, en dan spreek ik even over de Piratenpartij heen. Want u had het net met hele scherpe voorbeelden. Als ik denk aan journalistiek, als ik denk aan advocatuur, ambachten die extra bescherming hebben. Hoe zit het dan daarmee? Het sluit zich hierbij aan? Zeggen we, ook die moeten op hun hoede zijn? Of gaat deze wet die extra waarborgen geven?
Deze wet is al een verbeterde versie van de WIF 2002. Okay. Er is meer toezicht, er is beter toezicht. Maar bedrijven horen zich aan de wet te houden. Maar dat is niet voor de inlichting, dat is voor de politie. Dat is denk ik een heel scherp onderscheid. Je zegt, politie en justitie hebben opsporingsbevoegdheid. Die zijn op zoek naar misdaad. Dat is niet hetzelfde als veiligheidsdiensten. Je zoekt op, ja, wel zeker. De algemene inlichting en veiligheidsdienst en de militaire veiligheidsdienst kunnen heel gericht zoeken naar waar dingen misgaan op hun vakgebied. Als het over staatsveiligheid gaat. Natuurlijk, daar zijn ze voor en daar doen ze goed werk in. Het, net zoals dat de politie gericht kan rechercheren naar, naar misdrijven en zo. Ja. Dus in die zin, maar ik vraag me af of deze wet nou het instrument moet zijn om bedrijven in het gareel te houden. Je moet bedrijven in het gareel houden, maar daar zijn andere middelen voor, dat doe je met de politie. Maar je maakte net het punt van DDoS-aanvallen. Ja. We hadden dat vorig weekend, was dat of geloof ik? Ja. Pas geleden. Jongen dat, van 18 jaar. Student uit Tilburg, als ik me goed herinner, 18 jaar. De eerste reactie is een jongen van 18 jaar. Mijn eerste reactie is, zijn die bedrijven echt door een DDoS aangevallen of was daar iets anders aan de hand? Hoe transparant is dat proces? Wat is daar aan de hand? En is die jongen van 18 misschien één bedrijf gehackt? Of heeft hij ze allemaal gededost? Of heeft hij ze allemaal gedaan? Of was er ergens gewoon een storing? Ik weet het niet. Ik denk dat de kernvraag in het kader van dit politiek café zou moeten zijn. Heeft die wet daar op enige mate invloed op? Zou die wet preventief iets gedaan kunnen hebben door nauwe samenwerking met politie tussen de veiligheidsdiensten? Of staat het, is het volledig losgezongen van elkaar? Wat mij betreft staat het los. Het staat los van elkaar. Los. Dan is het denk ik ook niet relevant om deze voorbeelden. Hè, want dan komt er ruis op de lijn. We hebben een vraag. Wie bent u? Goedendag, mijn naam is Arend Glas. Ik wil eigenlijk wel op deze stelling ook even doorpakken. Want er wordt natuurlijk gevraagd of bedrijven zich aan de wet moeten houden. Wat me vanzelfsprekend lijkt. Ja. Maar ik denk dat de opmerking moet zijn, moet de overheid zich ook aan de wet houden? En ik denk dat dat op dit moment de vraag is of ze dat wel doen. En of ze niet veel en veel te ver gaan. Kijk, de overheid heeft ook een bepaalde zorgplicht richting zijn burgers. En een stukje privacy wat geboden moet worden. Vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting. En op dit moment wordt er gewoon met de knon op een mug geschoten. En de vraag is hoe zinvol het is. Ik denk dat het, de hele sleepwet, dat gewoon een schandalige manier is. Ik bedoel, als we toen vroeger het boek 1984 uitkwam, toen heeft iedereen daar heel hard om gelachen. Ik heb hem ooit van mijn lijst moeten lezen. Nou, er werd er gezegd, nou, het is echt schandaal, dat kan nooit en science fiction. Nou, ik bedoel, we zijn daar al en deze wet gaat er nog bijna overheen. Ja, en we zijn misschien al verder. Mijn vraag is, waar houdt dit op? Ja, en ik hoorde je ook zeggen, de overheid. De stelling dwingt ons natuurlijk een beetje om naar bedrijven te kijken, maar we zijn natuurlijk ook blij met vragen. Je ziet dat het enorm leeft, ook hier in Groningen. Wil jij daar kort op reageren? Ja, natuurlijk. George Orwell, 1984, briljant boek natuurlijk. Stond ook op onze lijst, de generatie zijn. Ook denk ik wel een inkijkje in, inderdaad, als je zo'n overheid te veel zijn gang laat gaan, wat kan er dan gebeuren? Ja, je hoeft maar naar de voormalige Sovjet-Unie te kijken of naar Noord-Korea, dan zie je dat soortzelfde. Ook dat soort praktijken. Maar als het nou gaat om... Heel kort. Sorry. Als het dan gaat, waar houdt het op? Daar moeten we zelf voor zorgen. En die overheid is inderdaad een potentieel gevaar. Want die overheid is niet een gezichtsloos bureaucratisch monster. Soms wel. Maar heel vaak bestaat die ook uit personen. En die personen die zijn... geneigd tot alle kwaad. Ik denk, de overheid heeft natuurlijk... Ik heb jou een liedje horen zingen over bevingen in Groningen. Ik wil toch graag even weten waarom dat je dat naar voren haalde. Maar je ziet in het dossier Groningen dat daar soms ook wel eens verkeerd gecommuniceerd wordt. Of misschien de overheid... Ik vraag mij af, dat is een hele concrete vraag. Ik vraag mij oprecht af of minister-president Rutte het belang van in zijn takenpakket van volksvertegenwoordiger hoger weegt, of het belang van bedrijven als Shell en Exxon hoger weegt. Ik heb niet het gevoel dat hij volksvertegenwoordiger is, en daar heb ik hem wel voor daar neergezet, met z'n allen wij in Nederland. Ja. Maar in relatie tot de wet, want daarvoor zijn we hier gekomen. Ja. Zou de invoering van deze wet bijvoorbeeld eerder inzichtelijk hebben gemaakt voor het Groningen volk en het hele Nederlandse publiek, dat er
beslissingen zijn genomen die misschien als gokken met levens gekwalificeerd kunnen worden. Ja, nou dat deed ik inderdaad, suggereerde ik. Ja, maar zou die wet dat... Het punt is, wij bepalen op 21 maart of daar een grens is of niet. En dat doen we bij landelijke verkiezingen. En dat doen we op elke dag als we besluiten thuis op de bank te blijven zitten of naar buiten te gaan en zeggen we trekken daar een punt. En dat deze wet is wel een soort punt waarin je niet meer terug kan. Want we gaan nu data verzamelen. Die delen wij met buitenlandse veiligheidsdiensten. Ja. We gaan een DNA-databank optuigen. Die informatie gaat niet meer weg. Ja. Dit is wel een point of no return. Kijk, vanuit de veiligheidsdiensten is een soort van charme-offensief. Als je naar Buitenhof kijkt. Of zie, je ziet alleen, we hebben hele goede dingen gedaan opeens, blijkt recent. Dat komt over het voetlicht. Het lijkt, maar je hoort ook dat de overheid twee gezichten heeft. Aan de andere kant gaan ze ook wel eens een scheve schaats... Ja, nou, natuurlijk moet de overheid ook in de gaten gehouden worden. Daar hebben we een goed democratisch proces voor. Ik ben dat met de vorige sprekers helemaal eens. Maar deze wet is een verbetering van de wet die we al hebben. Het is ook meer toezicht op praktijken die we eigenlijk al lang doen. Nou ja, dat is een punt wat je bij voortduring hoort. Ik ben een leek, daarom ben ik ook ingehuurd om met de specialisten te praten. Maar een van de dingen is, via digitale kanalen doen we dit al. Dit is in feite alleen bijschakelen naar moderne ontwikkelingen. Ja. Dit is wat... Ik zie dat er in de zaal grote beroep... Dat is mooi, dat betekent dat we nog veel te bespreken hebben. En met uw welnemen gaan we gauw naar de derde en laatste stelling voor de pauze. Die, als het goed is, nu op uw scherm thuis en ook hier gaat verschijnen. Bedrijfsgeheimen hebben toch niet meteen wat met terrorisme te maken? Ja, de vraag is hier is naar de vermeende causaliteit tussen bedrijfsgeheimen enerzijds en terrorisme anderzijds. Is dat een vergezocht verband in uw optiek? Of moeten we dit verwijzen naar het land der fabelen en James Bond? Nou ja, goed, je hebt ook criminele bedrijven, organized crime, dat zijn ook organisaties die zich met criminaliteit bezighouden en als eindproduct een illegale dienst of product aanbieden. Dus in die zin, bedrijfsgeheimen kunnen met terrorisme te maken hebben, hebben dat natuurlijk in de meeste gevallen niet. En, daar ga ik u toch onderbreken, want ik denk dat we in de definitie heel helder moeten zeggen, een criminele organisatie is geen bedrijf. Laten we inzoomen op bedrijven. Criminele organisaties hebben we al vastgesteld, worden door de politie en justitie onderzocht. Klopt. We hebben het nu over bedrijven. En zodoende, dat onderscheid dus juist te maken, zodoende denk ik dat bedrijfsgeheimen niet, of bijna nooit met terrorisme te maken hebben. En dan kun je dus ook weer kijken van, is deze wet in die zin niet, het werd ook al even net genoemd in het publiek, schieten met een kanon op een mug. Ja. Als advocaat van de duivel, waar ik deels ook voor ingehuurd ben, als je vlieglessen verkoopt, ik denk aan de Twin Towers, als je kunstmes verkoopt, ik denk aan het zelfmaken van bommen, en je hebt inderdaad daar teruggezocht en je hebt patronen ontdekt, zou het dan nuttig zijn om te zeggen van, wacht eens even, dit kwalificeer je misschien niet als bedrijfsgeheim, want los van elkaar zijn dit elementen die je niet aan of duiden als criminele activiteit. Mm-hmm. Maar opgeteld, versmeerd over meerdere bedrijven, leidt dit tot het maken van een bom of tot het invliegen in de Twin Towers. Ja, kijk, dat zijn dingen die kunnen gebeuren, hè, en Ik vraag me alleen af in hoeverre de nieuwe aanvullende bevoegdheden van de diensten dit in verdere mate kunnen voorkomen dan dat ze dat nu al kunnen. Ik probeer me te verplaatsen in de kijkers thuis en de mensen hier, als leek zelf ook zijnde. Is het nou zo dat je zegt van, stel dat je kunstmest aanschaffen wil opsporen en je gaat deze wet met instemming tegemoet treden? Je hebt het Mordicus tegen, dus ik wil jouw mening daar graag over hebben. Is het dan zo dat je zegt, maar vanuit die gedachte zou ik die wet omarmen? Dus ik kan zoeken naar patronen wat verspreid is over meerdere legale bedrijven, wat als uiteindelijk resultanten heeft, een criminele activiteit of terrorisme. Dat zou een voordeel kunnen zijn. Wat we hebben gezien met de aanslagen de afgelopen jaren, is dat van alle mensen die uiteindelijk gevonden zijn, er al aanwijzingen waren, dat ze al in het vizier waren van onze diensten. En dat met de al beschikbare informatie onvoldoende is doorgepakt en gezocht en gerechercheerd. De rationale achter deze nieuwe sleepwet, de onderdeel van de wet op de inlichting veiligheidsdiensten,
is om dan maar met meer informatie misschien ze wel te kunnen vinden. Maar we hadden de data al. Dus jouw betoog is, doe iets nuttigs met die data. Je gaat gericht rechercheren op de aanwijzingen die je al hebt, in de plaats van die bergdata die we nu hebben nog groter maken. Want met die kleine berg wist je ook wel niet te vinden of ze erin zaten. Maar je had die data wel. Ja, dan kunnen we ook gerust slapen als ik advocaat van de duivel ben, als er toch niks mee gebeurt. Nee, hoor. Nou, ik ga minder gerust slapen als al mijn privécommunicatie op straat ligt. Ja, ik denk dat voor heel veel geld, dat weet ik niet. Ik denk dat er hier wat dingen door elkaar gehaald worden. Ik hoor dit argument vaker. Er waren al lui, zoals de decreet tegenwoordig is, ze stonden op de radar van de politie of de inlichtingendiensten en toch is het gebeurd. Dat is wat anders. Als je beseft dat bijvoorbeeld Engeland meer dan 20.000 mensen in de gaten moet houden, Frankrijk meer dan 30.000. Als ik een concreet voorbeeld aanhaal, Anis Amri, die met een vrachtwagen een kerstmarkt is binnengereden. Die man stond inderdaad al lang op de radar van inlichtingendiensten en politie. Hij heeft zelfs vastgezeten al voor geweldsdelicten. Men wilde hem uitzetten, maar dat ging niet. Het was op een gegeven moment ook zo dat de man... hij was geradicaliseerd, hij uitte bedreigingen en dergelijke, maar het oordeel was van, ja, maar hij heeft nog geen baard en hij drinkt nog alcohol en hij gebruikt nog verdovende middelen. Toen hij doodgeschoten werd in Milaan, toen zijn er dus inderdaad sporen van alcohol en verdovende middelen gevonden. En het oordeel was van, ja, in de gaten houden, maar nu gebeurt het nog niet. Jammer, het gebeurde wel. Dus dat is wat anders dan naar netwerken zoeken en naar activiteiten zoeken van terroristische organisaties. Het is inderdaad anders, maar wat er gezegd wordt is van, er wordt niet effectief met de data omgesprongen. En als er dus meer data verzameld wordt, wordt de kans op klungeligheden nog maar groter. Nee, er wordt steeds beter met de data omgesprongen. We hebben ook moeten leren na 2001. Ja. En een hele grote berg en maar steeds meer informatie. Je moet het opslaan, de opslagcapaciteit, dat wordt idioot. Je moet spelden in heel veel hooibergen zoeken. Ik snap het probleem. Maar dank u zeer. Er zijn algoritmes die dat al verbeterd hebben. In Vindicat hier in Groningen, waar we zijn neergestreken met Politiek Café, wordt er heel veel meegedebatteerd en gedacht. En af en toe komt ook iemand naar voren. Wie bent u? Guido Siebel. Ik heb een vraag aan Robert. Je gaf net in de vorige stelling gaf je aan... De toetsingscriteria om die gegevens te raadplegen, die zijn vrij streng. Ja. De rechtbank moet er onder andere naar kijken. Maar als ik dan een voorbeeld bedenk. Een aantal jaar geleden waren de broertjes Ruben en Julian vermist. Die zijn toen met behulp van camera's van die langs de snelwegen staan opgespoord. Camera's die geplaatst zijn met de belofte dat ze niet voor opsporingsdoeleinden gebruikt zouden worden. Nou vind ik het een hartstikke goed initiatief natuurlijk. Dat uiteindelijk er een zoektocht naar die kinderen wordt opgezet. Dat daar gelaten. Maar er gaat natuurlijk, je begeeft je op een glijdende schaal. En waar nu die rechtbanktoetster is, zie ik zomaar gebeuren dat die over 10 jaar ook overbodig wordt geacht. Ik denk dat deze vraag... Dank. Dat deze vraag paradox, of laten we zeggen, dubbele, het goede en het kwade. Ja. Iedere keer. En degene die dat meest mee worstelt, jij werd geadresseerd, krijg hem ook uit. Maar dat ben jij, want je zit in het midden. Wat is jouw reactie op de vraag? Nou ja, kijk, dit is denk ik een heel goed voorbeeld waarbij wetten die worden aangenomen om één probleem op te lossen, worden nadien gebruikt om een heleboel andere problemen ook op te lossen. En je bent dus ook als burger afhankelijk van wat een volgende regering doet, of een regering na de volgende regering. En ik denk dat met dat in gedachten moet je eigenlijk heel argwanend tegen die overheid staan en zeggen, ik geef jou niet meer dan dat je absoluut noodzakelijk hebt. Maar hier wordt heel duidelijk gezegd, er is toch een loopje met de burger genomen. Ja, maar dat... Want het is ingezet voor een ander doel. Het was een doel wat we kunnen billiken, maar voor hetzelfde geld. En de slippery slope, het hellende vlak wat gezegd wordt. Het wordt allemaal... En dat heb je ook met de automatic license plate recognition. Die data die gaat... Die en dit gaat mijn pet alleen... erboven, ik ben eenvoudig jurist. Kentekenlezer, die data die was eerst alleen maar voor opsporingsdoeleinden. En binnenkort gaat hij gewoon naar de Belastingdienst. Of hij is al bij de Belastingdienst. Ah, ja. Ja, dan merk je dus dat diensten, overheden steeds meer doen met die data
die van jou is. En ik meen nu dat de Piratenpartij staat te glimmen van genoegen, want dit is waarschijnlijk het kernargument waarom u zegt van bezint eer gebegint Nederland. Hij zegt verstandige dingen, ja. Ik hoop dat veel mensen vanavond luisteren naar wat Bart te melden heeft. Het essentie zit in die laatste zin. Het is jouw data. Jij rijdt straks met je auto ergens naartoe en daar heeft niemand iets mee te maken. Rij je te hard, rij je door een rood licht, dan wordt het een andere discussie. Maar het is jouw data. En dat geldt ook voor wat ik op dat internet typ. Het is mijn data. Op het moment dat er verdenking is, dan kan je gericht iets doen. Tot die tijd afblijven. Mijn data. Ja, ja, en ik kan me voorstellen, want de vraag werd natuurlijk geadresseerd aan jou. En daar eindigt natuurlijk op mee. Ik kan me voorstellen dat dit bij heel veel van de mensen thuis en hier in de zaal natuurlijk ook een beetje schuurt en wringt. Ja, ja, want ik zit te tikken. Ja. Ik heb misschien geen geheimen, maar ja, welk mens is zonder geheimen? En ook als het geen geheim is, waarom zou het op straat moeten liggen? En wat gebeurt ermee? Het is een heel vervelend dilemma. De behoefte van het individu, de behoefte van de gemeenschap. De veiligheid van de gemeenschap. In hoeverre mag die de vrijheid van het individu aantasten? En vice versa. Ik ben het helemaal eens met die stelling. Ik denk dat er heel duidelijk toezicht nodig is en nodig zal blijven om te zorgen dat zaken niet misbruikt gaan worden. We hadden het over het verkeer. Als ik die metafoor doortrek, dan zeg je in het verkeer altijd bij twijfel niet inhalen. Zou dat misschien voor deze wet goed te zijn? Of ja of nee? Ja. Ja? Ja. Nee? Ja, de glazen spraakwater zijn weer gevuld hier in Groningen. Als ik af moet gaan op de discussies hier in de zaal, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat dit een thema is wat leeft. En waarbij ook nog heel veel vragen opgelost moeten worden. En gelukkig hebben we daarvoor nog enige tijd hier op Vindicat. Welkom terug bij de uitzending Politiek Café. Vandaag neergestreken in Groningen in de zaal van Vindicat op de Grote Markt. Er gaat niets boven Groningen, dat hebben we wel gemerkt. Spraakwater is er ook voor u. En we hebben nog een drietal stellingen te gaan. Want er blijven vragen rijzen. Moeten we straks voor of tegen de wet stemmen? Dat is eigenlijk de kwestie waarom we hier bijeen zijn. Met drie mensen, niet drie gelijkgestemden. Het is daadwerkelijk een debat. Eén iemand in ons midden, die weet het nog niet. Althans, die zit in het midden. Dan hebben we iemand die mordicus tegen de wet is. En die zegt, pas op burgers. Want de mens is geneigd tot alle kwaad. Ik vat het maar even samen. En iemand zegt, ja luister eens even. Deze wet zit eigenlijk heel goed in elkaar. Er zijn voldoende waarborgen. En het geeft extra middelen om onheil vooraf preventief op te lossen. Waardoor we in een veiliger samenleving zitten. Ik weet het niet. Maar ik hoop met u dat we dadelijk meer gaan weten. Ik vraag nummer 4 naar voren te brengen. Bedrijven hebben ook het recht, en weg was een stelling. Het klinkt een beetje juridisch, de noodzaak om bedrijfsgevoelige informatie privé te houden. En vandaag, u weet, er zijn 12 bijeenkomsten in het Land Politiek Café. Willen we ook met name een beetje inzoomen op het bedrijfsleven. Mensen die een bedrijf hebben en nu kijken, willen graag van u weten. Moeten wij als bedrijf ja of nee stemmen? Mag ik jou als eerste vragen om op de stelling in te gaan? Ja, natuurlijk. Ik denk dat elk bedrijf wel een bepaalde noodzaak ziet om zijn eigen bedrijfsgevoel. En je ziet denk ik wel dat met deze wet de mogelijkheden dat grotere sleepnet uit te gooien en meer data te vergaren een risico voor kan vormen dat die data ook terecht komt bij de diensten. Ja. Dus in die zin, ik vind ook op wat dat betreft deze wet een risicovol. Oké. We gaan ons proberen te verdiepen in dat je ondernemer bent. Je bent in het zweet des aanschijns dagelijks een boterham aan het verdienen. Je bent hier mogelijk helemaal niet mee bezig, want je wil je producten afzetten. Is dit nou iets waar je als bedrijf echt beducht voor moet zijn dat Big Brother is watching you, dat er meegekeken kan worden, wat voorheen niet kon, door deze wet, waardoor dingen van jou op straat liggen? Ja, de Nederlandse overheid probeert Nederlandse bedrijven te beschermen. Daar werken de AIVD en MIVD aan mee. Ja. Er zijn genoeg buitenlandse piraten op de kust. Ja, die mag je maken. Je bent niet de eerste. Piratenpartij is een probleem. Maar wij zijn landpiraten. We zijn van de goede soort, zeg maar. Ja, nee, precies.
Maar er zijn inderdaad veel kapers op de kust die Nederlandse bedrijven, ook kleine bedrijven, de Duitsers schatten in dat zij jaarlijks 30 miljard euro verliezen. Ah. Kleine bedrijven, niet de grote, de kleine bedrijven door spionage. Daar moeten we wat tegen doen. En, daar, en kun je dat handen en voeten geven? Hoe gaat dat dan? Als ik met een klein bedrijf ben, hoe verlies ik dan geld? Kun je daar een voorbeeld mee geven? Als je wat uitgevonden hebt en dat ligt ineens ergens anders. Mooi voorbeeld, jaren geleden, de Concorde, kent iedereen. De Russen hebben die plannen gestolen, de Tupolev 144, die kwam eerder uit notabene dan de Concorde. In 2012 is er een Chinees in Iowa in een graanveld gearresteerd. Die stond die zaadjes op te graven om mee te nemen naar China. En dat had hij ook al een paar keer gedaan. Nou, dat soort dingen. Zaadveredeling in Nederland ook heel belangrijk. Ik herinner me een geval waarbij een speelgoedfabrikant in Amerika kleine vliegtuigjes aan het nabouwen was op een schaal die zo duidelijk was dat andere landen in het echt die vliegtuigen na konden bouwen. Ja. Daar waren ze zich niet van bewust. Ja, de goalkeeper, dat is een Nederlands systeem tegen inkomende raketten en dergelijke op schepen. En de Chinezen hebben daar een variant op en dat is reverse engineered. Wat hebben de Chinezen gedaan? Die hebben duizenden offertes aangevraagd, ook aan leveranciers. We willen graag dat schroefje en we willen dat onderdeeltje. En die hebben dat ding reverse engineered. Nou, die hebben er nu ook een. Wijkt iets af van de Nederlandse. En wat gaat die wet ons helpen? En met name die ondernemer, om dat te voorkomen. Want er is geen rechtgeaarde ondernemer die nu kijkt, die denkt, ik wil een buitenlandse mogendheid helpen via mijn bedrijfsvoering om snode plannen te ontwikkelen. Dat de AIVD en MIVD goed hun werk kunnen doen. Daar gaat het in feite om. Maar in de aard gaan zij niet die ondernemer waarschuwen. Zij gaan op afstand kijken. De AIVD steunt zelfs voor Nederlandse staatsveiligheid belangrijke bedrijven. Mm-hmm. Ja. Maar je kunt zelfs naar de AIVD-website gaan en plannen downloaden van hoe ga ik bedrijfsspionage tegen. Ja. We zitten hier in Vindicat in Groningen, als gezegd, Politiek Café. En er zitten hier studenten die straks grote bedrijven gaan runnen. Althans, daar dromen ze nu van. Ik zie ze ja knikken. Is de AIVD dan een bondgenoot in het voeren van een beter bedrijf? Of zou je dat bijna kunnen zeggen? Absoluut. Ik denk dat jij gruwelt van die gedachte, of dat je zegt dat is een valse voorstelling van zaken, Johan. Mijn naam is Rico. Ja. Er worden wat voorbeelden gemaakt van vliegtuigen. In 2009 is het Pentagon gehackt. En ze zeiden, nee, dat zijn niet de plannen van de Joint Strike Fighter, hoor, die daar weggehaald zijn. Nee, geloof het maar, dat is echt wel veilig, die data bij ons. 6 jaar later heeft China een vliegtuig gemaakt dat er echt spitting image van is. Dus daarin wordt het voorbeeld van zich niet gedragende veiligheidsdiensten geïllustreerd. Nou ja, ze hebben zich niet goed gedragen, duidelijk. Ja, ja, en wat je moet doen dus is waarborgen maken. Aan de ene kant, dat is waar, goed toezicht. Maar dan moet je ook een toezichthouder inrichten die niet rapporteert aan dezelfde minister als waar de diensten onder vallen. Dan krijg je een slager die zijn eigen vlees keurt en dat is de situatie in Nederland. Je moet een onafhankelijk toezichthouder hebben die ook het mandaat heeft om te zeggen hier een grens en die ga je niet overheen, minister. Maar mag ik dat vertalen dat je zegt van de mensen die nu proberen stemadvies te krijgen of die nog een mening moeten bepalen, dat je zegt van de huidige wet heeft onvoldoende waarborgen waardoor... Nou, daar begon ik mijn verhaal ook mee. Ik ben niet tegen een goede wet. Ik ben voor een goede wet en ik ben voor goede veiligheidsdiensten. En ik denk dat ze een plek hebben in het bestel van Nederland. Maar deze wet is niet goed genoeg. Dus stuur Rutte en zijn collega's terug om een betere wet te maken met betere waarborgen. Maar laten we een gedachte-exercitie met elkaar doen. We geven jou de pen. Je mag een addendum schrijven op de wet. Hoe zou die eruit zien? Nou, een onafhankelijk toezichthouder, op dit punt van toezicht hadden we het net eventjes over. Ja. Een onafhankelijk toezichthouder die het mandaat heeft ook om harder aan grenzen te zeggen. Verder dan dit gaat niet. Dat niet alleen. Er is ook een toetsingscommissie aan de voorkant. Ja. En je gaf net aan, daar komen rechters aan te pas. Ja, wel van professie, maar niet via het juridisch systeem. En daar zit ook iemand uit het vakgebied in. Ja. Meneer Prins is daarin gekozen. Op voordracht... Ja, wacht even, niet iedereen kent meneer Prins, hè? VVD'er. Okay. Nou, van Fox, voormalig klinkt, Fox. Nee, daar kom ik op. Klinkt, iemand die weet waar die het over heeft. Ja, pardon. Ja, ik zeg het verkeerd. De voorzitter van de commissie van de Binnenlandse Zaken, juist, die deed een voordracht
van specialisten uit het werkveld. En Roland Prins is een van die mensen die daarin gepromoot werd. Van die willen we heel graag. Een oud AIVD'er en iemand uit het commerciële bedrijfsleven. U noemt het een specialist. Bart Jacobs is daar, zou je kunnen zeggen, een betere specialist in. Maar ze hadden er eigenlijk 3 moeten noemen. En dat hebben ze niet gedaan. En als je nou kijkt naar wat de geschiedenis is van de voorzitter van die commissie. Die meneer van de VVD, ik kom even niet op zijn naam. Die was de groothandel in reclame toepassingen, geloof ik. Dus ik weet niet precies waarom Roland Prins daarin naar voren geschoven werd. Maar ik zou het punt willen maken dat... Ben we even los van de poppetjes. Jij zou zeggen, als ik de pen zou hebben en ik zou mogen meeschrijven aan de wet... dan zou ik op dit punt een toevoeging willen hebben. Onafhankelijke commissie die stevig toetst. Ja. Is dat dan iets wat jou zou overtuigen om ook kleur te bekennen? Want... voorlopig hebben we nog niets aan je ontfutseld. Nou ja, volgens mij heb je aan mij heel veel ontfutseld. Namelijk dat ik zeker de diensten... Ik zie dat er diensten nodig zijn. De voorbeelden die door Robert werden genoemd, ja, die ken ik ook. En dat zijn hele belangrijke voorbeelden waarbij de diensten dus ook het bedrijfsleven kunnen helpen. Ik zie alleen ook dat die diensten, of dat een wet nu een uitgebreide wet later kan zijn... Ik zie ook dat overheden vaak hun boekje te buiten gaan. En daar ben ik heel erg argwanend voor. Dus ik zou, toezicht verbeteren vind ik heel goed. Maar tegelijkertijd zou ik ook bijvoorbeeld een bepaalde limiet aan hoe lang is zo'n wet geldig. En daarna moeten we weer de discussie helemaal opnieuw voeren om te kijken of we die wet nog wel nodig hebben. Dat is het punt wat thuis zal leven, in ieder geval bij de interview die vandaag leeft. Van, is het zo dat mijn bedovergrootvader straks nog die gegevens kan terugvinden als ik een bedrijfje zou hebben? Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat overheden heel vaak iets pakken, een nieuwe bevoegdheid grijpen en hem vervolgens uitbreiden. En denken dat ze zich kunnen mogen bemoeien met iets waarvan mensen 5 jaar geleden zeiden... joh, hier heb je helemaal je niet mee te bemoeien. En dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Maar goed, we hebben straks dat referendum. Maart, ja. Het ligt om de hoek, zeg maar. Zeg je, als stap 1 kan ik dit billiken, maar in stap... Dus ik zeg ja, maar in stap 2 zullen er allerlei toevoegingen moeten komen... Of zeg je nee, zoals het nu voor ligt, is het incompleet en zouden we nog elementen moeten toevoegen of afknabbelen? Ja, dat is wat ik zeg, dat laatste. Dan wil ik nu heel graag weten, wat moet er afgeknabbeld worden en wat moet erbij? De toezicht moet verbeterd worden. Toezicht? Er moet wat mij betreft een soort van tijdslimiet worden gesteld op hoe lang mag zo'n wet geldig zijn. Ja. Ik vind ook dat het ongeanalyseerd naar andere diensten sturen van data vergaard door onze diensten. Ik begrijp dat niet zo goed eigenlijk. Misschien okay. Dat daar wat extra informatie over kan komen. Want waarom zou je dat doen? Want daar ook bedrijven hebben daar wellicht last van. Dat zijn zomaar een aantal dingen die ik kan noemen. Zou er ook nog een inspanningsverplichting naar de diensten toe moeten gaan? Gij zult bedrijven eerder informeren bij onraad? Of is dat... Nou goed, ik weet dat de diensten inderdaad bezig zijn en met sommige cruciale bedrijven regelmatig contact hebben... om over het functioneren en bedreigingen voor die bedrijven kenbaar te maken... Ja, dat gaat volgens mij prima. En ik ben daar de dienst ook heel erg dankbaar voor. Maar als ik jou goed beluister, dan zijn we straks een stap terug. Want dan zeg je nu nee. Je hebt toch 4 elementen nu genoemd waarvan je zegt... dat kan ik mijn instemming mijn goedkeuring niet wegdragen. Mm-hmm. Hoe ver lopen we dan achter? Want voordat dit allemaal opnieuw opgetuigd wordt en aan het publiek wordt voorgelegd... Nou, volgens mij hebben we een wet die nu van kracht is... naar mijn weten prima functioneert. En zolang er een nieuwe wet wordt ontworpen... ook in die zin gewoon door kan blijven functioneren. Nou, ik denk dat je iets van een voorstander hebt gekregen. Een medestander moet ik zeggen, iemand die nee zal zeggen, omdat er nog wat aan geveild moet worden. Anderen zeggen van ja, maar deze wet heeft juist extra waarborgen en die wordt alleen maar gekneed naar nieuwe ontwikkelingen. Bevoegdheden die er al waren, worden eigenlijk niet uitgebreid. Nee. Er wordt een DNA-databank opgetuigd
En misschien doen ze daar nu geen genetisch, maar etnisch profileren op, maar hoe gaat dat in de toekomst dan? Je moet zo'n databank gewoon categorisch niet optuigen. Dan heb je daar ook in de toekomst geen last van. Ze gaan sleepnet surveillance doen. Je vindt het woord niet leuk, maar dat is wat het is. Ongerichte dataverzameling van iedereen. Dan wordt dan later misschien metadata van gemaakt, maar in eerste instantie wordt mijn data gefilterd of afgeluisterd. En dat is mijn data. Daar heeft een overheid niet aan te zitten. Het is in mijn huis, op mijn computer, handen af. Ik zei nu DNA, hoor ik dat? Ja, DNA, ja. Maar is het dan bijvoorbeeld zo, ik probeer weer naar de ondernemers die bijvoorbeeld medicijnen verkopen of iets dergelijks, of verzekeringen verkopen op gezondheidsgebied, die uit DNA kunnen destilleren naar deze meneer of mevrouw is extra kankergevoelig. We gaan hem geen verzekering geven. Zijn dat de dingen waar we het over hebben dan? Nou, we hebben het hier over een wet voor de inlichting en veiligheidsdiensten. Ja. Die hebben daar niks mee te zoeken. Nee. Dus als je het wil hebben over een discussie over hoe ontwikkelen we medicijnen, of hoe gaan we om met een DNA-databank op basis van de hielprik bijvoorbeeld. Dat is een andere discussie. Daar hebben we het hier niet over. We hebben het hier over onze inlichting en veiligheidsdiensten. Dank. Die dank. Hebben daar niks mee te zoeken. Dank voor de zuiverheid, want zuiver willen we natuurlijk blijven. Het gaat erom of u straks wel of niet tegen de wet gaat stemmen. Ja, hier in Groningen, live vanuit met open hart van Vindicat, wordt er stevig meegedacht. Er staan weer mensen in de rij om een vraag te stellen. Wie van u wil als eerste, mag als eerste... Inmiddels een oude bekende van de Piratenpartij. U lust er wel pap van, hè? Ja, nou, ik ben blij met mijn baantje. Ik geef mijn microfoon niet weg. Heel slim, heel slim. Mijn vraag is als volgt. Er wordt een aantal keer gesteld dat de IVD en de MIVD, de geheime diensten, dat die heel erg goed zijn voor onze bedrijven en dat ze kunnen helpen met spionnen pakken en zo. Nou, dat klinkt allemaal heel cool, maar kunnen ze dat niet nu al? En wat helpt die nieuwe wet nou daadwerkelijk? Want ik hoor niks over dat die nieuwe wet daarbij helpt. Alleen maar dat de AIVD zulke goede jongens zijn. En ik denk nu, dank voor de vraag. Ik denk nu dat het heel goed is om jou hier ook te vragen van, kun je nog eens heel exact met fileermessen langsleggen en zeggen, wat is nu precies de uitbreiding en de verbetering van die wet? In wezen gaat het niet anders dan het bijhouden van de voortgang van de techniek. Het is alsof je zegt van, je mag de telegraaf afluisteren, maar de telefoon die we al tientallen jaren hebben, die mag je niet afluisteren. Daar gaat het om. Wat in deze wet ook gebeurt, is dat het toezicht verbeterd wordt. Dan kun je nog steeds... Maar even naar thuis hebben. Vertaald, dus je mag nu een digitale telefoonlijn afluisteren. Ik geloof dat we in Nederland ook het meest getapte land ter wereld zijn. Ik heb dat ook gehoord. Ja, getapt klinkt wat grappig. Ik heb dat ook gehoord. Getapt hier aan de bar is het een verkeerde uitspraak op een gegeven moment. Maar dat er veel wordt afgeluisterd. En het enige wat deze wet doet, is dan zeggen van ja, maar het mag nu ook digitaal. Ja, en... Niet te vergeten, het toezicht wordt versterkt. En de wet is trouwens, heeft nog geen ingang gehad. Hij is uitgesteld tot 1 mei. Maar er is nu toezicht vooraf, tijdens en achteraf. En het is ook, er zijn drie toetsingsmomenten. En het is ook bindend geworden. Nou kun je ook nog vragen stellen van, jongens, 3 man in elke commissie, is dat nou genoeg? Ik vind dat kun je dat toelichten? Bindend, dat klinkt op mij als leek en misschien thuis ook, ja. Dat iemand nee kan zeggen. Stop. Ja. Nee en nee is 3 nee. Keer. En dan houdt het op. En ik wil nog wel even zeggen, er zijn ook, je hebt dus die toetsingscommissie inzetbevoegdheden vooraf. Ja. Je hebt de CTIVD, die commissie toezicht op de veiligheidsdiensten. En je hebt ook nog de CIVD, waar parlementariërs in zitten, okay. Die ook nog een keer... Hun gedachten achteraf, weliswaar. Al die letters duizelen mij als leek. Commissie stiekem, die is in de Tweede Kamer, ja. die kennen we maar nog. En ook net voor die, we hebben het net over die journalisten en die advocaten gehad. Ja. En dat gaat naar de rechtbank daarna. Dus dat is het justitiële apparaat. Het punt met journalisten is dat je, als je dat doet, dat je moet registreren als journalist. En wat je niet doet als journalist is zeggen, ik ben journalist. Dan ben je juist degene die gaat in de gaten houden, want die praat met interessante bronnen. Ik zou u liefkozend vakidioten kunnen noemen. En ik probeer toch voor mezelf begrip te krijgen en grip op de situatie. Misschien ook voor de mensen hier en de mensen thuis. Die 3 stappen kunnen we aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Nou eens kijken, wat is dan die preventieve toetsing? We pakken een bedrijf, want dat is wat vandaag ter tafel ligt. Ik heb bedrijf X en ik verkoop kunstmest. En ik ben in beeld van de AIVD, om welke reden dan ook. Omdat je er bommen van kan maken. Ik noem maar een gek voorbeeld. Nou gaan we met stap 1 beginnen. Wat zegt die wet?
ik ben AIVD, ik wil naar die kunstmest gaan kijken. Naar wie moet ik dan toe om te vragen of het mag? En hoe gaat dat? Ik wil dat en dat, die en die telefoon, die en die meneer, wil ik afluisteren. Daarom en daarom en daarom. Het gaat naar de minister. De minister geeft toestemming of niet. En ook nog een keer, de toetsingscommissie inzet bevoegdheden, gaat er ook nog een keer over. En wie is die toetsingscommissie? De toetsingscommissie is een onafhankelijke, onafhankelijke commissie van 3 man, 2 rechters en 1 cyber security expert. We zitten in Groningen, daar is heel veel mest, kan ik u vertellen. Overschot zelfs. Dus nu hebben we echt een voorbeeld te pakken. Ik wil dat onder de loep gaan nemen. Dan moet ik dus via de minister enerzijds en een onafhankelijke commissie van 2 rechters... Dan moet ik aan kunnen tonen dat ik een goede reden heb om daarna naar die man te willen luisteren. Goed, ik schrijf dat op. En nu zeg ik, laten we zeggen, een analogie van een beslaglegging. Dat wordt ook eerst bij de rechter neergelegd. Die heeft zo'n stapel en die tekent dat. Wat zit in zo'n koffertje voor het weekend, neemt hij dat mee. Denk je dat dit echt bestudeerd wordt? Zit er daar een ambtelijk apparaat op? Of? Dat weten we niet. Okay. Het is de taak van de minister om daar goed mee om te gaan. Minister? Ik verwacht en dan nog de commissie. Volksvertegenwoordigers dat ze dat goed... Nou, de commissie, die zit daar speciaal voor die dingen. Ja. Of ze alles aankunnen is een tweede. Ik denk dat dat een discussie is, die kun je zeker voeren. Maar kunnen we vaststellen met z'n drieën dat dit wel heel zorgvuldig klinkt? Dat is wat het is, het klinkt zorgvuldig. Nou ja, daar wil ik namelijk wel wat over zeggen. Dan zijn we nog maar bij stap 1. Hè? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen als volksvertegenwoordiger. En dat is dat op het moment dat je een politicus een reden geeft... Om, de minister is een bestuurder, denk ik. Ja, maar uiteindelijk is er ook de commissie stiekem. Hè, dat zijn politici. Dat is de geheime commissie in de Tweede Kamer. Klopt. Op het moment dat die politici, die zelf dus geen vakinhoudelijke kennis vaak hebben, een mogelijkheid zien om de partijpositie uit te bouwen of iets dergelijks, dat zij heel vaak geneigd zijn uit partijpolitieke overwegingen om diensten meer bevoegdheden te geven. En dat vind ik wel, ondanks maar dat het dan zorgvuldig die onafhankelijke commissie die er dan ook nog is, waar rechters in zitten, die zijn benoemd voor het leven, die zijn losgezongen in de trias politica, die kijken weer met andere ogen. Daar kun je denk ik Hoe kan dit, we zijn nog maar bij stap 1, hoe kan dit dan nog zorgvuldiger, even tot slot? Gisteren, en dat kan je terugzien op de stream ongetwijfeld op de website, gisteren maakte oud-minister Hillen ook dat punt. Van het gaat om toetsen vooraf en controle achteraf. En als je dat dan maar op orde hebt, en hij schetst ook hoe goed dat geregeld is en hoe beter dat wordt. Het kan zijn dat de toetsing helemaal goed is, en dat geef ik u direct. Maar daarmee verzamel je wel informatie. En dat deel je misschien wel met buitenlandse veiligheidsdiensten, die informatie gaat nooit meer weg. Nee, je gaat maar nu een stap te ver, want we willen aan het publiek graag uitleggen wat die stappen zijn. Want daar kan je ook geen oordeel vormen. Dit is eigenlijk stap 1. Dus ik wil de boer in Groningen die mest over heeft, of kunstmest. Je maakt het punt van gerichte recherche op een boer in Groningen met zijn mest. Ja. Als er een gerichte verdenking is, dan is het prima als je het goed toetst om daar gericht op te rechercheren. Daar is geen bezwaar tegen. Prima, dan zijn we nog maar bij stap 1. Vooraf. Nu zijn we in de fase beland. Tijdens. Fase 2, tijdens. Dus hoe was het? En dan zeg ik, hoe is het? Wat gaat er dan gebeuren? Ik weet het niet, dus ik wil het graag van jullie horen. Wat gebeurt er in fase 2? Als gedurende het proces blijkt dat er een reden is om verder te rechercheren, dan wordt er verder gerechercheerd. Op het moment dat blijkt dat er niets aan de hand is, dan kan de commissie besluiten om niet verder te rechercheren. Maar zit er dan iemand bij de veiligheidsdienst die een voortgangsrapportage maakt, die aangeeft, we hebben elementen, aanknopingspunten, weet ik wat. En naar wie stuurt hij dat rapport en wie oordeelt het dan over? Uiteraard wordt er gedurende zo'n proces constant een voortgangsrapportage opgesteld. Nee, maar dat is... Commissie Toezicht, die kan op elk ogenblik inzage vragen aan alle medewerkers van de AIVD. En die commissie Toezicht is dezelfde die ook al eerder toestemming gegeven heeft? Nee. Dat is een nieuwe commissie? Die bestond al. Nee, alleen, maar ik bedoel, die wordt dan pas voor het eerst in het proces betrokken. Die wordt er dan pas bij betrokken. Ah ja, dan heb je dus al 3 partijen gehad, de minister... De eerste commissie en de tweede commissie, juist. Die gaat kijken of het onderzoek deugdelijk is gebeurd en of het
aanknopingspunten zijn om door te gaan. Dan heel streng. Daar ben ik voor. Zij geven dan groen licht of rood licht? Werkt dat zo? Ja. Ja? Ja? Oké. Okay. De CTIVD kan een rapport maken en zeggen, hey minister, dit gaat echt niet goed. De minister kan dan zeggen, oké, dank je voor dit rapport, dan stop ik in dat laadje. Die commissie rapporteert aan dezelfde minister. Dat snap ik, maar er is dus tijdens het proces een voortgangsrapportage. Die wordt omgebatterijd tot een voorstel van we willen doorgaan. Eigenlijk is het een smeekbede om door te mogen gaan. En die smeekbede wordt geaccordeerd door een nieuwe commissie die nog niet eerder in het proces betrokken is. Oké. Als leek, en ik treed niet inhoudelijk in, klinkt mij dat redelijk zorgvuldig. Waar zit hier de zwakke schakel volgens jou? Nou, het hoeft niet. De wet is niet categorisch fout. Er zitten goede dingen in deze wet. Nee, okay, er zijn onderwerpen categorisch fout. Daar hebben we het. We zijn nu nog met een klein college bezig. Althans, voor mij dan. Maar eigenlijk nou, een bezwaar dat ik heb is. Ja? In hoeverre kan je daar zelf als burger ook inzage in krijgen in die procedures? Waarom zitten wij hier daarnaar te gissen? Ja? Want in welke onderwerpen, misschien heeft u daar een antwoord op, in deze wet. Die vraag die blijft. Ik ben de baas vandaag. Want we willen weten hoe het in fase 3 gaat. We zijn even bezig hoe het proces loopt. En dan schieten we op het proces. Want alle giftige pijlen mogen dan geschoten worden. Wat is de laatste stap? Nou, ik moet nog even zeggen, die tweede stap, dat de IVD en MIVD moeten zich ook houden aan bepaalde regels tijdens dat proces. Ja. Het moet onder andere voldoen aan subsidiariteit en proportionaliteit. Ja. De middelen die je inzet. Misschien moet ik dat even toelichten. Enerzijds het moet in verhouding staan dus tot wat de verwachting is. De proportionaliteit. En anderzijds. Moet je nou echt deze middelen gebruiken voor deze zaken? Dus iemand een mes trekt, mag je niet met een kanon erop af. Dus het moet in verhouding zijn. Precies. Ja. Okay. Met u welnemen, want we moeten door. Fase 3. Dat is dus achteraf. We hebben nu gekeken vooraf, tijdens en nu achteraf. Wat gebeurt er achteraf? Achteraf is iets ook al wat langer gebeurd, ook al onder de WIF 2002. Daar gaat de CTIVD kijken naar verschillende zaken. En indien MIVD en IVD fout hebben gemaakt, en die maken ze, dan krijgen ze te horen, jongens, dit hadden jullie echt niet mogen doen. Wil je dat verbeteren? Of jullie proces loopt niet. Ja. En als een sanctionering wel gedrag? Of hoe? Het zijn ambtenaren, dus dat loopt wat anders natuurlijk. Okay. Maar dat is aan de hoofden van dienst of de minister om te zeggen, van, jongens, deze fouten zijn zo groot, hier wil ik. We hebben nu inzicht in de drie fasen. Daar zijn borgen ingebouwd. Waar een aantal verschillende partijen hun visie te over laten gaan en inspraak mogen hebben en de mogelijkheid om aan de handrem te trekken. Wat is er nieuw aan wat ten opzichte van de vorige wet niet nieuw, gebruik was? De toetsingscommissie vooraf. Is nieuw? Nee, is nieuw. Ja. En wat ook nieuw wordt, is dat CTIVD ook een bindend advies kan gaan afgeven. Ah. Dat was in het begin niet. De opzet was, het blijft adviserend en dan gaat het in die laag. Okay. En dat gaat ook veranderen. Want het is niet logisch. Als je vooraf al nee kunt zeggen, waarom dan niet tijdens? Oké, goed. Dank voor het college. Ik denk dat het heel een stuk inzichtelijker is geworden. Natuurlijk heb jij twijfels daarbij. Welke zijn dat? De twijfels gaan niet zozeer over deze laatste discussie. Het is heel technisch van welke stapjes het zijn. Ja. Maar categorisch verzamelen, sleepnet component van data van onschuldige burgers. Dat moet uit die wet, uit die bevoegdheden. DNA-databank moet uit die wet, uit de bevoegdheden. Ja. Dat zijn de hoofdpunten, denk ik. Het is mij een heel stuk helderder geworden. Dank, heer. Het is fijn om zoveel kennis hier in Groningen verzameld te hebben. Ja, er zijn nog vragen en ik wil eigenlijk een soort wrap-up doen. Dat u zegt van, oké, wat zijn nu de sterkste argumenten? U krijgt straks het podium om één keer het publiek toe te spreken en een stemadvies te geven. Ach, kijk aan. Ja, we kennen de felle kleur. De jonge democraten, kom erbij staan. De microfoon geven niet af. Gaat u gang. Oké, ik had nog een vraag. Een van de grootste controversiële aspecten is dus de mogelijkheid van bijvangst in die selectieprocedure. Er wordt dus ook met statistiek wordt dat bekeken door de veiligheidsdiensten. Zijn er richtlijnen in de wet of zijn er al richtlijnen in de oude wet? Hoe we moeten eigenlijk handelen als er in één keer interessante bijvangst is, bijvoorbeeld met die boer met die kunstmest? Nou, dat is een messcherpe vraag. Niet een mestscherpe, maar een messcherpe vraag. Kom even bij jou. Die bijvangst,
Dus dat is eigenlijk het idee, de voorbeelden die we eerder gehoord hebben, van joh, we gaan de camera nu ook gebruiken om iemand op te sporen. Mm-hmm. Dat gaat hier ook gebeuren. Dat is jouw angst, denk ik. Nee, mijn angst is, wat vandaag niet illegaal is, wat vandaag niet verboden is, namelijk bijvoorbeeld als een piraat dit soort gesprekken voeren, is misschien over 5 jaar of over 10 jaar wel verboden. En mijn angst is dat ik dan op Schiphol bijvoorbeeld dat er een rood lampje brandt als ik wil gaan vliegen, en dat die meneer daar zegt, jij mag niet naar Amerika, ik weet ook niet waarom, staat in de database. En dat ik nooit meer uit die database kom, omdat die Amerikanen op basis van informatie die uit Nederland aan die Amerikanen is gedeeld, daar een analyse op hebben gemaakt. Ja. Je kan je daar niet tegen verdedigen, niemand weet waar het vandaan komt, het gaat nooit meer weg. Als advocaat van de duivel ga ik u... Ga ik u dat voorhouden? Ik denk dat we overeenstemming hebben over het gegeven dat de tijdgeest verandert. Slavernij was vroeger en werd toegejuicht en was geweldig. We denken daar nu anders over. En zo gaat het voor. Dat betekent dat als je de data nu opslaat, als ik mijn held Winston Churchill met ogen van nu bekijk, dan was het eigenlijk een misselijk mannetje. Maar in zijn tijd was hij natuurlijk goed. Dit is een zorg. En dat heeft ermee te maken dat de gegevens kennelijk dus oneindig opgeslagen worden en met het oog van de tijdgeest van nu in de toekomst anders uit kunnen pakken. Er is een termijn gesteld aan de tijd, hoe lang die data bewaard mag worden. En hoe lang is dat? Heeft u dat paraat? Er is, nu wordt er een periode van 3 jaar genoemd. En die kan onder bepaalde omstandigheden verlengd worden. Er zijn ook politici die zeggen van nee, laten we dat niet doen. 1 jaar is genoeg. Dat denk ik niet. Je moet op een gegeven moment terug kunnen zoeken. En dat hebben we gezien met 2001. Dat is een sprekend voorbeeld. Daar zijn andere voorbeelden van. Maar ik denk wel dat je goede waarborgen moet hebben. Okay. Dat die informatie niet op straat komt. We delen trouwens ook niet zomaar buitenlandse mogendheden. Daar zitten ook criteria aan. We hebben het nu niet over delen. We hebben over, kijk, want we weten ook niet hoe lang de buitenlandse mogendheden het opslaan. Wat denk je dat er gebeurt? Rutte die belt, hey Donald, die data van 3 jaar terug, Trump dan. Ga je die wel wissen voor? Maar had je beloofd, hè? Zo werkt dat toch. Wacht even. Mijn vervolgvraag zou zijn, ik denk dat ik de vraag van het publiek dan stel. Zijn er waarborgen ingebouwd, zoals we net besproken hebben vooraf, tijdens en nadien, of die data inderdaad vernietigd worden? Jeetje, nou dan kijk ik liefst even naar mijn rechterhanden of rechterhand. Er is een wettelijk vereiste dat gebeurt. Het mag niet langer bewaard worden. Nee. Maar, in eerste laten we instantie zeggen, niet. De bits en de bytes die vliegen de wereld over. Ja. Die liggen in Amerika en daar hebben ze een hele andere moris dan ze hier in Groningen hebben. En het blijft hangen. Dat is jouw angst, denk ik. Ja, dat is wat die wet mogelijk maakt. Ongefilterd, wat je zegt. Ongeanalyseerd, delen naar het buitenland. Ja. Ben ik weg? Daar zit je dan met je bewaartermijn. Het scheelt bij ons opslag, staat wel in, bij ons. Ja. Gaat het goed daar? Ja. Oh. maar is dit dan het ultieme argument waarvan je zegt, en juist daarom vind ik dat ik het niet over de wereld die data mag laten vloeien. Het ultieme argument, want het verdwijnt nooit meer. Het ultieme argument is dat het mijn data is, niet die van mijn overheid. De overheid heeft met zijn vingers af te blijven van mijn communicatie. Volgens mij, ja, dat doe ik weer. Ja. En data is in de toekomst, hè? Laten we zeggen Silicon Valley, zeggen mensen, data wordt het nieuwe geld, hè? Uiteindelijk. Beslis jezelf of je het verkoopt of niet. En dat is je kapitaal. En jij zegt, je geeft het nu gratis weg. Is dat... Nou, je geeft... Ik zou ook een wet willen hebben die het niet toestaat om dit soort data te verhandelen. Ja, oké. Ja, dat is dan weer een andere discussie. Want dan heb je het over bedrijven die eigenlijk met jouw toestemming al jouw data verzamelen. Heel gevaarlijk ontwikkeling. Dat is ook gevaarlijk. Maar datzelfde gevaar, misschien minder commercieel... maar wel degelijk aanwezig is er, denk ik, als het gaat om diensten. Er is een heel bekend voorbeeld van data verzamelen van een vader die met zijn dochter in Amerika telkens boodschappen ging doen. En opeens kreeg hij reclame van de supermarkt voor babyvoeding en luiers. En waar die dacht van, hé, waar komt dat nu vandaan? Die dochter wist ook van niets. Maar het bleek dat ze bepaalde shampoo kocht en waarschijnlijk augurken, maar ze was zwanger. Zonder dat ze het zelf wist, maar de supermarkt had die combinatie gelegd en ze was ook zwanger. Target, ja. Ja. Ja, dit zijn natuurlijk dingen die de veiligheidsdienst ook kan doen. En dit zijn onschuldige bedrijven die augurken verkopen en shampoo. Ja. Is dat het gevaar waar we het over hebben? Want mensen moeten nu kiezen. Ja, moeten ze helpen. Het gevaar is uiteindelijk dat jij jouw
gedrag. Jouw data is bij de overheid beschikbaar. Je doet niks, maar je gaat toch onder druk van de constante surveillance je eigen gedrag aanpassen. Niet alleen dat. We denken allemaal, geregelmatig hebben we andere meningen. Op het moment dat jij een keer een mening verkondigt en een week daarna heb je een andere mening, dan staat die mening vast voor een dienst. Die trekt daar conclusies uit. En de context is ook weg. Dus wat gebeurt er dan? Ja, dan creëer je eigenlijk, en het werd ook zojuist al even genoemd, een situatie waarbij mensen heel veel zelfcensuur gaan toepassen. En dat is wel een samenleving waarin... Angst regeert. Een samenleving waarin ook bedrijven, want dan ga ik even terug naar de bedrijven, waar ook bedrijven en de personen die daar werken zich niet meer veilig voelen om optimaal te functioneren. Maar dat is iets, we zitten in Vindicat, Politiek Café, daar kijkt u naar, studenten die misschien nu nog in een gekke verkleedbui iets doen. Ja. Over 2 jaar gaan ze solliciteren en het eerste foto die te vinden is een lampenkap en een slok bier die gedronken wordt met... Maar we hebben het er nu over dat de geheime dienst dus ook meekijkt. Mee mag kijken. Juist. En bijvoorbeeld, er is hier zo mag je in principe niet filmen. Hè. Dit is ook een heel mooie, unieke gelegenheid. Je mag hier niet filmen. Maar de diensten kunnen straks in al die mobieltjes meekijken. Want dat is nu de extra bevoegdheid die ze hebben gekregen. Stel, er gebeurt hier in de buurt gebeurt wat, of ze hebben iemand in het vizier, die is hier lid. Dan kunnen ze al die mobieltjes hier gaan tappen en dan de microfoontjes aanzetten, videocamera's aanzetten. Dan heb je hier intern beleid. Je zegt, er wordt niet gefilmd, geen foto's gemaakt. Iedereen houdt zich er netjes aan en alle data ligt bij de diensten. Ja, dat vind ik toch wel vervelend. Want daar zitten misschien ook wel toekomstige ministers bij die vervolgens met diezelfde data kunnen worden geconfronteerd. En dat vind ik wel vervelend. Ik ga er even vanuit dat jij het ook vervelend vindt. Ik zie dat je reclamemateriaal klaar liggen. Je krijgt je moment als de camera uit is. Nee hoor. Maar ik wil even hoor en wederhoor toepassen. Ik voel dat ook een beetje schuren. Ik denk dat ik namens de kijkers ook spreek. Dat zeg van ja, mensen hoeven niet mee te kijken als ik mijn tanden sta te poetsen. Of iets anders sta te doen. Of bij Vindicat een debat hou. Wat heeft die geheime dienst aan mij te maken? Dat doe je zelf natuurlijk. Nee, dat doe ik zelf. Dat is waar. Maar misschien als je in het publiek zit, niet. Ja. De geheime dienst doet dat niet. Je komt pas in beeld met je tandenborstel als er wat aan de hand is. En dan is dat dus dat hele proces van toestemming en dergelijke geweest. Nou, wacht even, is dit nou wel waar? Want tenminste, die sleepwet suggereert dat je het visnet veel breder uitgooit dan hele gerichte data. Het gaat heel over heel andere soorten data. Het gaat over andere data. De diensten mogen niet zomaar naar een persoon gaan kijken. Dat mogen ze eenvoudigweg niet. Er bestaat geen sleepwet dat ze via mobieltjes heel veel dingen mogen bekijken. Ze kijken wel op een gegeven moment als er een aanwijzing is. Nou, kijk naar Molenbeek of een bepaald huis in Molenbeek. Ja. Jongens, daar is wat gebeurd. Dat is de wijk. Wij willen weten wat er in en uit dat huis gegaan is. Niet iedereen kent Molenbeek, maar dat is een broeiplaats, althans volgens sommigen, voor terrorisme. Ja. Achterstandswijk. Ja. Ja. Okay. Maar wat Bart zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Op een gegeven moment zag ik iemand die zei van, ja, ik voel me niet meer veilig nu de overheid meekijkt. Je bent helemaal niet veilig op het internet. Iedereen kijkt mee op het internet, ben je niet alleen. Nee. En dat vind ik veel te verwekkender. In 1848 hebben we briefgeheim in de Nederlandse grondwet opgenomen. En vanaf nu, u doet dat waarschijnlijk ook, stuurt u uw e-mail niet versleuteld, unencrypted. Waarom leiden we elkaar niet op? Waarom weet u niet hoe... Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van Politiek Café. Het debat is nog lang niet verstomd. Sinistere woorden als laatste. Als u het weet, weet u het. Ik weet het eerlijk gezegd nog niet. Het geldt voor velen. Jij twijfelde aanvankelijk ook, maar als ik nog een keer aan de nieren proef, ja of nee? Nou, ik twijfelde niet. Er zijn een aantal elementen in deze wet waardoor ik tegen de wet zal stemmen. Maar ik ben voor goede wetgeving. Maar er zijn een aantal elementen die mij wel weerhouden om voor te stemmen. Ja. Het reclamemoment, ik had hem beloofd. Belofte maakt schuld. Niet zozeer reclame. Kijk, het zou niet nodig moeten zijn dat je een schuifje voor je camera doet. Maar we hebben ze wel gemaakt.
Er zijn betere wetten die je daarvoor kan maken. Maar voor de time being, voor jullie dan een Piratenpartij schuifje voor je webcam op je laptop. Ja, iedereen in Nederland, als je die dingen wilt hebben, ga naar die Piraten toe. De echte politicus, de spiegeltjes en de kraaltjes, ze doen het nog altijd goed. Wacht eens even, er komt ook iets terug. U had hem al. En de meneer heeft wel een stickertje op zijn camera. Dat is heel goed. En ik had hem ook al. Wel, de sleepwet, het heeft veel voeten in aarde. Ja, voorzitter, u heeft meegeluisterd. Ja, wat is u opgevallen? Dat er, het is leuk als je de microfoon uit handen wil geven, dat vind ik heel bijzonder. Johan Doesburg, dankjewel. Wat me is opgevallen is dat het voor het eerst in deze tour echt een debat is geweest. Gisteren liep dat anders. En ik vind het heel bijzonder dat we in Groningen toch wat meer diepgang hebben kunnen krijgen met betrekking tot details. En dat we ook de tijd hebben gehad in die drie fases, zoals je dat aangaf, Johan, om hier tijd voor te nemen. Want dat is ook het... De grote uitdaging bij dit referendum, het wordt een informatiebombardement, voor zover het dat al niet is. Mensen hebben leuke gadgets, maar kunnen we met elkaar, los van een liedje en los van shortburst, ook echt komen tot diepgang? En ik denk dat we hier daar een hele goede poging toe gedaan hebben en misschien wel ingeslaagd zijn. Door de mollijn kwam en niet kon doorgaan, een muur van borden, hier alles afstaan. Er ligt een wet klaar, als jij die afslaat en dit land weer maakt voor jou en mij.